dat er misschien. Hoe heet hij? Prettig. Dan hebben we onze vriend, Tino van Dam. Dat is jullie generatie, hè? Dat is opgericht. Ja. You can beat the memories you gave. Take one fresh and tell a kiss. On a stormy night, grace. One girl, one boy, some grief, some joy, memories are made of these. Don't forget a small baby, fold it lightly with a dream. Blijven staan. Seven nights gonna have a world. Seven nights to live a dream. Goedemiddag dames en heren. Geweldig dat jullie er allemaal zijn. Bij de onthulling en het persmoment voor het logo van winkelcentrum in de Boogaard. Ik moet erbij zeggen, ik moet even improviseren, want normaal gesproken had de voorzitter van het winkelcentrum hier de aftrap gedaan, maar hij werd even weggeroepen voor zijn winkel, dus ik pik het even van hem over. Ik kan jullie melden dat wij de afgelopen tijd heel druk bezig zijn geweest met in de Boogaard beter neer te gaan zetten dan we gewend zijn te doen. Want het winkelcentrum, dat kunnen we allemaal ervaren, is wat teruggelopen de afgelopen tijd. Ons is er alles aan gelegen om dat het hoofd te bieden. En daar zijn we dan heel druk mee bezig. Punt is dat zeg maar, de communicatie naar u allen toe veel beter kan. En dat is eigenlijk de grote insteek geweest om dat te gaan doen. Daar hebben we een professioneel bedrijf voor in het leven geroepen, genoemd FBW. En die heeft zeg maar een heel plan in elkaar gezet hoe wij daar uiteindelijk dan mee om zouden moeten gaan. En naar ons idee wordt dat een verschrikkelijk groot succes. Dames en heren, goedemiddag. Gisteren was het regenachtig. Daarom ben ik dubbel zo blij dat we vandaag in de zonnig Boogaard staan in Rijswijk. Daar ben ik ook erg blij mee. U denk ik ook. Want we moeten de toekomst zo erg zonnig gaan inzien. Fred gaf het al een beetje aan dat het hier en daar in de Boogaard natuurlijk wat leegstand is. Dat ziet u met uw eigen ogen. Maar we hebben in ieder geval een aantal weken geleden met heel veel partijen over de toekomst van de Boogaard gesproken. En zoals het nu zonnig is, zo is de toekomst van de Boogaard ook. Dus u moet zich vooral geen zorgen maken om de Boogaard. Want we gaan een hele goede toekomst met de Boogaard tegemoet. Er wordt hier en daar al verbouwd in het winkelcentrum. Als je kijkt bij de Beatrixlaan. Het is niet aan mij wat voor soort winkel daar komt. Maar daar zult u waarschijnlijk ook erg blij mee zijn. En hoop dat daar binnenkort ook een activiteit hebben dat die winkel ook overgaat. Het wordt hier gewoon qua oppervlakte een hele grote winkel. Zo! Ja, dat ziet er mooi uit. En nou gaan we naar de onthulling van het nieuwe logo daarboven. En nou zou ik graag de voorzitter naar voren willen halen. En natuurlijk het hele bestuur en de wethouder. Ik zou zeggen, komt u allemaal even naar voren hier achter de winkel. Ik zou zeggen, kom maar even bij en neemt u een glas mee. Als het goed is, heeft u een glas gekregen. Ik zou zeggen, als u hier het podium betreedt, gaan we hier achter de winkel staan met z'n allen. Kijk eens. Kom maar gezellig bij staan. Ja. Zo. Ook nog een glas voor u. Hupsakee, ook nog een glas erbij.
uiteraard. Als u allemaal hier even komt plaatsnemen, dus achter de winkel. Precies. Als u allemaal iets dichterbij komt staan, dan gaan we naar het moment toe. En ik zou zeggen, de Bogaard zelf, alle mensen hier, ik tel af. 3, 2, 1.